Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van onze eigen podcast, de Subest Podcast, waar we praten over alles related to Subest. Mijn naam is Dirsjen en ik zal de host zijn voor deze aflevering. Ben je nieuw hier? Dan hoop ik dat je plezier hebt listening to us. If you enjoyed it, check out the first episode, daar praten we over studiekeuzes. It's available on Spotify, YouTube en ik hoop Google Podcast. En als je terugkomt van de eerste episode, thank you very much for listening. All the likes, all the support, the feedback. We nemen ze allemaal mee en ik hoop dat je deze ook heel leuk zal vinden. Speaking of this episode, het wordt een heel speciaal episode. Namelijk, Subest is dus 3 jaar nu. So happy birthday to everyone. Ik wil alle leden, alle sponsoren, iedereen die geholpen heeft met Subest. Tot wat ze nu is, feliciteren. We zijn 3 jaar jongens en still going strong. So, daarom gaan we vandaag Subest in het licht zetten. En de opstelling is dus ook net iets anders. We hebben hier een verzameling van ex-teamleden die heel wat hebben mogen betekenen in het verleden voor Subest. Die nog steeds wat betekenen voor Subest. En we gaan praten over onze ervaring. Wat Subest voor ons heeft mogen betekenen. Hoe Subest ons heeft geholpen. En waarom jij misschien als student Subest moet joinen. So, without further ado, ga ik dus een heel kort introductieronde doen. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik een drinking game inbrengen. En het idee is dus elke keer als iemand Subest zegt, dit is mijn Subest mok trouwens, ik weet niet of je het ziet, moet je een slok nemen. En let's test that. Ik ga beginnen met Shanaas, die zit, Shanaas gaat straks praten, ja. Shanaas, kun je jezelf heel kort introduceren? Wie ben je? Wat doe je nu? En hoe ben je gerelateerd aan Subest? Hi, ik heb een speciale mok. Ik weet niet of dat zo is. Hi, ik ben Shanaas. Ik ben secretaris geweest van Subest in het eerste bestuur. Ik heb een achtergrond in chemische technologie. Ik heb aan de Haagse Hogeschool gestudeerd in Den Haag. Ik heb daarna als process engineer gewerkt en nu ben ik op zoek naar een functie in de voedingsmiddelenindustrie, dus ik ben nog een beetje zoekend. Ja, ik vind het leuk om te volleyballen, te dansen en te koken. Nice. Ja, Subest is een hele bijzondere ervaring voor mij, dus ik vind het fijn dat we al zo lang bestaan en dat we er even kort over kunnen hebben vandaag. Ja, heel chill. Dus Subest, jij was secretaris, right? Van het eerste jaar. Ja. We hebben ook Prashant, Subest jongens. Prashant, vertel. Hi, ik ben Prashant, ik ben 23 jaar oud. Ik heb de studie technische natuurkunde gedaan, mijn bachelor, en ik ben nu bezig met mijn master in materiaalkunde hier. Toen Subest pas bestond, toen was ik een van de eerste leden van de commissie Sport en Cultuur. En ja, ik heb heel goede ervaring gehad daarbij. Toen ben ik doorgebleven in Subest voor nog een aantal jaar. Nu inmiddels al gestopt, maar nog wel een tijdje gebleven. Ja toch, eens Subest family, altijd Subest family. last but not least, we hebben Rut. Nee. Rut, ga je gang. Ja, ik ben Rut. Aan de TU Delft heb ik bachelor industrieel ontwerpen gedaan en vervolgens een master in werktuigbouwkunde, waar ik me heb gespecialiseerd in ontwikkeling van medische apparatuur. Werktuigbouwkunde is best wel een brede studie, dus even een concreet voorbeeld. Voor mijn afstuderen heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar gripverbetering bij 3D geprinte handprotheses. Wat betreft mijn tijd binnen Subest ben ik vanaf het begin eigenlijk aanwezig geweest bij ook de oprichting van Subest. Daar heb ik in het eerste bestuursjaar als voorzitter een aantal jaren deelgenomen en ook een deel als commissie in commissie PR en nu in het RVA. Ja, dan nog ik. Ik ben Dirsjen, zoals ik dat zei. Ik ben nu voorzitter binnen de vereniging, de huidige voorzitter. Ik heb hiervoor al 2 jaartjes commissie gedaan, PR, samen met Rut, 1 jaar. Ik studeer elektrotechniek, ik ben een masterstudent. And that's basically it.
Ik dacht dat we nu kunnen beginnen met de vragen of stellingen. We hebben 5 verzameld die heel chill lijken te zijn. Dus ik hoop dat er een leuk gesprek daaruit vloeit. Het eerste is heel simpel. Noem 1 goed tijd of leuke ervaring dat je hebt gehad binnen Sibes. En dan wil ik beginnen met Prashant. Ik heb natuurlijk heel veel gehad. Het was moeilijk om gewoon eentje te kiezen, maar ik dacht aan de eerste game night die we hadden georganiseerd. Ik kan me herinneren dat we allemaal heel veel input hadden, dus de hele commissie. Ja. Maar iedereen was ook heel nerveus, want het was het allereerste dat we echt hadden georganiseerd, dat zo groot was. En op de dag zelf had het heel hard geregend, dus we waren bang dat er niemand zou komen. Ja, maar het was uiteindelijk wel heel goed afgelopen en het was heel gezellig. En na die game night is de game night een van onze standaard events geworden. Ja, het is een beetje traditie geworden, die game night. Ja. Was dat de eerste event van Sibest ook? Of hadden jullie daarvoor ook al events? Nee, dat was wel de eerste echte event van ons. Ah, nice, nice. Ja. Rut, heb jij een leuke ervaring die je wilt delen met ons? Wat Prashant zei, het is moeilijk om echt pointen naar 1 specifiek leuk moment, want je hebt meerdere leuke momenten binnen Sibest zelf. Je ontmoet natuurlijk nieuwe mensen, je creëert nieuwe vriendschappen. Maar hetgeen wat me echt het meest is bijgebleven is de beginfase van de vereniging toen we in 2016 voor het eerst een voorlichtingscampagne in Suriname zijn gaan organiseren. Weet je, om echt in interactie te hebben met jongeren daar, om hun te informeren van wat zijn de mogelijkheden op het gebied van techniek, dus de carrière-mogelijkheden, maar ook studeren in Nederland. En die spark bij jonge kinderen, want je moet nagaan, het zijn scholieren tussen de 13, 14, 15 jaar. Ja. En gewoon de hoopvolle blik die ze hebben over de toekomst, dat is me zeker bijgebleven. En daarnaast ook betrokken geweest te zijn bij het opzetten van de vereniging, het daadwerkelijk realiseren van de vereniging, het opzetten daarvan. En dat we uiteindelijk zien wat de resultaten ervan zijn, dat jullie bijvoorbeeld bestuur draaien en commissie draaien, dat is wel echt het mooiste om te zien. Dat is gewoon basically een collectie van alles. Precies, en als ik direct Durfje in de spotlight mag zetten, dan heb ik Durfje leren kennen toen hij, weet je, nog echt eerstejaars student, hij was pas hier in Nederland. Ja, ik kan me dat ook herinneren. Best. Precies. Het is toch mooi om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld, commissiejaar, en nu zit hij in bestuur. En gewoon het heel groeiproces van onze... Onze eerste groep, eerstejaarsstudenten die we hebben begeleid. Dat is wel echt mooi om te zien. Zo toevallig heb ik Dushin bij die eerste game night ontmoet. Gewoon die avond zelf. It's too much, it's too much. Shanaas, ik wil met jou nu beginnen. Let's go. Ik heb geen specifiek moment, maar meer het gevoel dat een beetje is blijven hangen na die periode. En dat is voornamelijk dat mensen hun verhaal echt met ons hebben gedeeld. En de impact die de vereniging had. Dat de behoefte er was dat er zo'n vereniging... dat zo'n vereniging er was om studenten op te vangen. Dus voor mij was het gewoon geweldig om te zien... dat je een bepaalde verbintenis creëert met elkaar. Ongeacht de leeftijd, afkomst van ieder studies. Mm-hmm. We hebben studenten van eigenlijk over geheel Nederland gezien. En... grappig genoeg hebben ze toch een beetje dezelfde dingen waarmee ze moeite hebben. Of ze willen wat vragen stellen erover. Of je wilt een beetje, een beetje een steun in de rug zijn voor elkaar. Dus dat vond ik gewoon heel fijn om een verbindenis te creëren met elkaar. Tussen mensen die elkaar eigenlijk wel nodig hebben. Want het is een hele transitie om vanuit Suriname naar hier te komen. En iedereen ervaart dat anders. Voor sommigen gaat het heel goed. En voor anderen is het gewoon wat moeilijker. Dus de reden is ook heel erg persoonlijk voor mij, omdat dat de reden is waarom ik de vereniging had gejoind. Dus vandaar dat het ook voor mij het belangrijkste was om te zien dat de impact die je creëert, dat zo Ruud zei, je was een van de eerste personen in die voorlichtingsgroep. Ja. En om te zien waar je nu bent, is
weet je, wat jij nu doet voor de vereniging, dat hadden we niet gehad als we zo'n voorlichtingsgroep niet hadden. Thanks, Lars. I appreciate it. voor mij de leukste tijd ja, is vooral dat ik, you know, jullie heb mogen leren kennen. De connectivity is daar. Oh. Ja, precies. maar als ik echt één leuke tijd moet pinpointen, dan was het misschien de teambuilding van deze en ook misschien de vorig jaar geweest. Waar je gewoon op low level met elkaar leert opschieten. Bijvoorbeeld dit jaar zijn we gaan bowlen. En het is misschien niet de meest traditionele manier om een teambuilding te doen. Maar het is heel chill geweest om gewoon met wat je naast zei met elkaar op te schieten. En kijken hoe, het, ja, hoe je vibe met elkaar. Ja. En de vorige was ook misschien speciaal geweest. Want dan ging je helemaal naar Enschede met de andere studentenvereniging daar werken. Dat was ook heel chill geweest. Hoe was dus dat ziet, met de andere vereniging? De samenwerking was echt nice. Gewoon opschieten met elkaar, praten. Vaak zie je dus ook wat jij zei, dat je met dezelfde issues zit, de thuisgevoel hebben. Dus dat zien is heel chill. En dat, ik denk dat dat echt een leuke ervaring is. Met elke leuke ervaring heb je dus ook minder leuke ervaringen. En dus is logisch dat we daarover nu gaan praten. Shanaas, misschien kan jij dan daarmee beginnen. Heb jij een minder leuke... Ik ga het niet slecht noemen, ik ga het gewoon minder leuk. leermoment. Ja, precies, leermoment. Voor mij was het... het communiceren met elkaar. En ik weet niet of het, dat was... of dat iets was dat ik alleen had. Maar ik ben bijvoorbeeld lid geweest van andere verenigingen... waar de feedback heel... gestructureerd kon, waarbij je eigenlijk mekaars gevoelens niet raakt. Ja, ja. En ik vond het vrijwel lastig bij ons om... maar die feedback sessies vond ik gewoon heel waardevol. Dat is iets wat ik gewend ben, ook op school. Maar dit was net een andere manier om mekaar die feedback te geven. Omdat iedereen daar zit om een andere reden. Ik zat er om een hele, misschien heftigere reden dan een andere persoon bijvoorbeeld. Dus de manier waarop je dan ook omgaat met je rol en met je functie is gewoon anders. Iedereen gaat anders om met stress, met familieproblemen, schoolproblemen. Ja. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden, ook tijdens zo'n sessie. Precies. Dus dat was voor mij, ik ga het gewoon in de vorm van een voorbeeld doen. Stel dat wij in een vergadering zouden zitten en ik kreeg de feedback van jou van hey, je bent een beetje te aanwezig tijdens vergaderingen. Geef anderen een beetje de kans om ook eerst hun mening te uiten. Was het voor mij lastig bij de volgende vergadering om een balans te vinden tussen hey, ik respecteer je feedback en ik wil dat graag implementeren, maar tegelijkertijd wil ik ook nog wel mijn zegje kunnen doen. Precies. Dus een beetje een balans vinden tussen ik wil het graag implementeren wat je me zegt, maar ik wil ook nog dicht bij mezelf genoeg blijven om input te kunnen geven. Snap je. Dus dat was voor mij een beetje tricky soms, maar het gewoon een hele goede, echt een goed leermoment, want ik heb het echt nodig gehad op het werk ook, om te gaan met verschillende karaktertypes en iedereen die van een andere communicatiestijl houdt. Mm-hmm. Dus het zijn lifelong skills die het voor mij waren, die ik heb opgedaan in dat soort dingen. Precies, momenten. Ja. Rut, heb jij een minder leuke ervaring? Ik zou bijna willen zeggen, ik sluit me aan bij wat Shanaas heeft gezegd. Nee, maar inderdaad. Kijk, je hebt te maken met een jonge vereniging. En dan heb ja, je hebt gewoon veel te maken met vallen en opstaan. En gaandeweg moet je ontdekken ja, hoe je een team moet leiden. Hoe je een vereniging moet leiden. En communicatie is zeker een groot deel ervan geweest. We zitten natuurlijk ook met vrij jonge mensen in een team. Mensen die ook vooraf geen bestuurservaring hebben gehad. En als we toch eerlijk zijn... Beetje de communicatiestijl van Surinamers over het algemeen is toch wel wat voorzichtiger, weet je, wil niet op elkaar stenen trappen en dat kan in het verleden wel geleid hebben tot miscommunicatie. Ik zou niet zeggen dat het een minpunt is, maar het is wel een leermoment geweest om te kijken, hadden we vooraf misschien niet beter wederzijdse afspraken gemaakt, dat we vooraf van elkaar wisten wat we konden verwachten van elkaar. Ik ben bijvoorbeeld betrokken geweest bij de opzet van de vereniging. Daar was ik super enthousiast over. En dan weet ik van mezelf dat ik een beetje snel wil gaan of hard wil gaan met de ontwikkeling. En daar moet je ook rekening houden. Ja, ja. En natuurlijk, wat je na zegt, je hebt te maken met mensen met verschillende karaktereigenschappen, manieren van communiceren.
En dat is zeker een uitdaging geweest om balans erin te vinden. En ik denk dat door inderdaad evaluatievergaderingen op een gegeven moment in te lassen, dat heeft wel geholpen, vind ik persoonlijk, dat we beter met elkaar zijn gaan communiceren en ook openlijker. Als ik vergelijk in ons eerste bestuursjaar hoe communicatie binnen één bestuursjaar is gegroeid, moet je nagaan, bij de eerste vergadering durven sommige mensen bijvoorbeeld niets te zeggen. En in de, ja, na een jaar konden we gewoon heel openlijk en vrij communiceren met elkaar. Ja. En ja, en ook rekening houden dat, ook al zijn we misschien buiten vereniging vrienden, in een bestuurszetting kan het soms wel gewoon zakelijk gaan. En ook die onderscheiding daarin maken is zeker een leermoment geweest. Ja, en dat het hier ook makkelijker vond ik om buiten die evaluatiesessies om je zegje te doen. Ik had het idee dat we in het begin heel erg wachten op, oké, dit is wat ik ga aanhalen. En naarmate we gewoon 2 of 3 sessies hadden gehad, was het gewoon makkelijker om tijdens de vergadering ook te zeggen, hey, weet je, dit hebben we besproken, we hadden afgesproken, we gaan dit anders aanpakken. We merken weer, dit wordt weer een puntje ook van naar mezelf toe, dat we elkaar gewoon accountable houden. Dat was echt heel prettig om dat te doen zonder een bepaalde, zonder emoties, dat emoties daartussen kwamen. Dus die evaluatiegesprekken waren echt een goed idee. Ja. Maar dit was dus vooral bij het opzetten van de vereniging, dat jullie zoveel issues hadden met de communicatie, right? Ik denk dat in elke teamverband heb je wel mee te maken. Of sowieso. Het nou is bij het begin van de vereniging. Ik denk dat jullie dat ook dezelfde problemen. Het is gewoon een kwestie van als je in teamverband met mensen werkt, dan ja, het hoort er eigenlijk bijna bij. Dus daarom wil ik niet zeggen dat het een minder leuk moment is. Het is gewoon een leermoment dat gewoon onderdeel ervan is geweest. Ja, ja. Maar chill, als je over miscommunicatie praat, dan voor mij een minder leuke kant is dus ook miscommunicatie, maar niet met het team zelf. Het kwam op miscommunicatie neer. Maar het was dus basically de ALV van de afgelopen ALV. En door miscommunicatie konden we niet naar onze locatie gaan, omdat het niet meer kon. Dus hebben we uiteindelijk de ALV gehouden waar je normaliter niet een ALV moet houden. Dat was gewoon een bar, restaurant. Maar dat is dus gewoon daarmee dealen. Ja? Maar ik denk dat het, in mijn ervaring tenminste, het was ook de miscommunicatie dat ik als minder leuk heb ervaren. Elk jaar bij de feedback meetings of bij de evaluatievergaderingen die we hadden, werd het wel aangehaald en toen werd er wel eraan gewerkt. Maar het jaar daarna bijvoorbeeld, als er nieuwe mensen kwamen in het bestuur en in de verenigingen, dan had je weer precies hetzelfde, terwijl het niet zo hoefde te zijn. Het wordt wel duidelijk gemaakt elke keer, maar het hoeft niet zo te zijn. Nee, precies. Ja. Ik weet niet waarom het misschien ligt dat het vaak genoeg miscommunicatie is. Maar dat is dus wel een issue. Het is ook duidelijk. Als iedereen het heeft ervaren. En het is blijkbaar iedereen's punt geweest. Toevallig ook de mijne. Dus het is wel... communicatie is ook echt een groot begrip, denk ik. Alles wordt een beetje onder communicatie geplaatst. Maar ik denk dat dat wat jullie eerder hebben gezegd. Dat mensen heel snel op hun tientjes zijn getrapt. En dat er daardoor eerder dingen niet worden gezegd en dingen anders worden begrepen dan dat ze bedoeld zijn. Ja. Ja, dus werk aan de winkel wat communicatie betreft. Daarvoor is zo'n bestuurservaring ook goed. Nee, precies. Je leert gewoon werken met... Maar daarom zei ik van, ik vind het wel bijzonder als we kijken naar onze bestuursjaar, hoe flink mensen binnen een jaar hebben ontwikkeld. Dus wat Prashant zegt, klopt, als er een nieuw bestuursjaar komt, dan beginnen eigenlijk precies dezelfde problemen, die vinden gewoon plaats. Maar dat is dus wel mooi om te zien dat jij jezelf dus in dat jaar wel flink hebt kunnen ontwikkelen. Precies. En dan is de vraag van, hoe zorg je ervoor dat de generatie die hierna komt, dat zij niet dezelfde problemen, tussen aanhalingsteken. Ja. En dat is bijvoorbeeld het mooie wat jullie dit jaar hebben gedaan, dat jullie een dagje met z'n allen teambuilding. een teambuilding vooraf hebben gedaan. Wij hebben het bijvoorbeeld een paar jaar geleden hebben we het aan het eind van het jaar gedaan. Bij ons hebben we het, we kenden elkaar ook zo een beetje voordat we de vereniging waren begonnen. Dus. Vond je dat positief werken of soms juist moeilijker? Ik zat met
in mijn vereniging zat ik tenminste altijd met mensen die ik van tevoren al een beetje kende. Of heel goed kende. Ja. Dus in mijn ervaring was dat wel positief. Maar de miscommunicatie in een vereniging zelf is vaak niet het probleem. Maar de miscommunicatie tussen verenigingen, dus tussen commissies bedoel ik. Oh ja. Dat is, dat gaat vaak een beetje verkeerd. En tussen commissies en het bestuur, dat gaat vaak een beetje fout. Ja. Want dat merkten we duidelijk na ons eerste bestuursjaar. Want toen begonnen we met 5 man. En het jaar erop, inclusief commissies, zijn we gewoon verdrievoudigd. Ik denk dat we toen met een team van 15 man. Dus die stap was ook best wel groot. Want de vereniging is in... nadat we officieel zijn ingeschreven het jaar erop best wel flink gegroeid. Dus dan bedoel ik echt bestuur en commissie. Ja. Dus dat was zeker een andere manier van, ja, een soort van balans vinden in die communicatie tussen alle losse partijen binnen de vereniging zelf. Gewoon heel kort daarop ingang. Dit jaar is dus wat anders gebeurd. Je hebt niet meer die losse commissies. Je hebt ze wel, maar ze werken echt heel nauw met elkaar samen. Er is gewoon communicatie tussen die twee. En dat maakt dus dat dit jaar wat Prashaan aanhaalde, wat beter gaat. Dus op die manier is misschien wel vooruitgang geboekt. Maar genoeg over minder leuke tijden, anders zitten we gewoon de hele avond hier. ik wil gaan naar de volgende vraag. Hoe heb jij Subest gecombineerd met jouw opleiding? En dan wil ik met Rut beginnen. Proost. Oh, ja. Ik ben benieuwd hoeveel we gemist hebben. Goed. Ja, hoe heb ik Subest gecombineerd met mijn studie? Ja. Slaat je. Subest. Proost. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet of ik het juiste voorbeeld ben daarin. Want na mijn bachelor in industrieel ontwerpen heb ik besloten om werktuigbouwkunde master te doen. Dus dat is een master in de andere richting. En in die periode moest ik een schakelprogramma doorlopen. Dus ik was bezig met en een schakelprogramma. Ja. En ik was samen met de andere medeoprichters bezig om de vereniging op te richten. En dan zat ik ook nog in andere bestuurs- of commissie binnen de faculteit zelf. Dus dat jaar was best pittig. Dus heb ik ook een deel van mijn studie eigenlijk moeten inleveren. Ik heb in die periode tussen aanhalingstekens part-time gestudeerd aan de TU Delft. Kan in theorie niet. Maar dat houdt dus in dat je gewoon minder vakken kunt doen per kwartaal. En dat is wel die overweging die ik op een gegeven moment gemaakt heb. Om te zeggen van oké, ik vind dit wel prioriteit om de vereniging op te zetten. Maar ik was me wel bewust dat ik wat moest inleveren. Ik had niet, natuurlijk achteraf niet verwacht dat het zo veel zou zijn of zo lang zou duren. Dus om terug te komen op je vraag, hoe heb je dat gecombineerd? Ik heb wel achteraf, als ik terugkijk, dingen van mijn studies moeten inleveren om het te combineren. Maar dat was echt de beginfase, hè, de opzetfase, want daar komt heel veel bij spelen, want je moet de vereniging opzetten. Dus dan denk aan praktische zaken, dingen zoals bij de notaris. En vervolgens moet je, als je verenigingen opzetten, moet je team ook natuurlijk in goede banen leiden. Dus dat om alles uit te zoeken, dat was zeker een uitdaging. En op een gegeven moment heb ik zelf ook moeten leren om misschien iets eerder hulp te vragen. Dus in het geval van, als we terugkomen op het gebied van communicatie, dat ik op een gegeven moment wel contact gehad heb met de coach van, joh, we hebben zulke problemen op het gebied van communicaties. Heb jij misschien tips? Kan jij mijn training geven? Of kan jij ons team trainen? En iets sneller hulp van misschien experts erbij gehaald dan het op eigen houtje te proberen, wat ik zeker heb gedaan in het begin. En ik heb ook het geluk gehad dat mijn eerste bestuur op een gegeven moment ook erop heb aangewezen van, hey Rut, dit wordt misschien een beetje veel, dus misschien even focussen op wat prioriteit is en daar op een gegeven moment langzamerhand een balans erin te vinden. Ja, je hebt best wel veel gedaan in die ene jaar, vooral met het opzetten. Ja. Was het waard. Ik vond het een hele leuke leerzame periode. Achteraf gezien, ik heb er absoluut geen spijt van, maar wees er wel van bewust. Ik heb wel dingen moeten inleveren en in dit geval
was het een deel van mijn studie. Maar dat kan ook. Kijk, ik heb het voordeel dat ik met mijn Nederlandse nationaliteit geen problemen heb met mijn punten of mijn verblijf. Dus dat voorrecht had ik. En ik snap dat andere mensen dat niet hebben. En wel op een gegeven moment zaten te kampen met hoe moet ik mijn studiepunten bijvoorbeeld halen? Hoe combineer ik dat ook nog met bestuur of commissie? Ja, ja, ja. Proost to that, guys, for, you know. Op jullie allemaal. Prashant, jouw antwoord. Ja. Ik ben begonnen met de vereniging toen ik echt midden in mijn bachelor zat. En het waren wel lange dagen, mijn bachelor zelf. Maar ik vind persoonlijk dat het niet zoveel tijd van me heeft gevergd. Dat het... dat ik in problemen kwam met mijn studie. Ja, ja, ik vond wel dat ik het goed kon combineren. En de vergaderingen bijvoorbeeld, die werden altijd tegen 6 uur gehouden. Toen iedereen een beetje vrij was. Mm-hmm. Tegen die tijd. Er werd ook niet zoveel vergaderd als ik had verwacht voordat ik de vereniging had gejoined. Gewoon ja. 1 keer per week, 1 keer per 2 weken. En er werd vaker vergaderd naarmate een event naderde. Dus het heeft niet heel veel tijd van me ingenomen. En nee. Het was wel gewoon te doen. Oké, okay, nice. Ja. Shanaas. Ik herinner me niet alle details. Maar voor mij was het... Ik herinner me dat we een planning hadden. Ik ben bijvoorbeeld... zoals ik zei, ik heb aan de Haagse Hogeschool gestudeerd. Dus ik had... op andere tijdstippen tentamens. En ik herinner me wel dat we aan het begin van elk kwartaal een bepaalde planning maken rondom elkaars deadlines. Dus volgens mij waren ook een paar van ons aan het afstuderen. Dus dat gesprek hadden we gewoon elk kwartaal. Van wanneer zijn de tentamens? Wanneer je kan je voorstellen dat een week voor de tentamens niemand gaat denken aan oké, ik moet nog zoiets doen. Dus we probeerden aan de hand van onze planning dat merendeels aan te pakken. Dus wat dat betreft heb ik het niet zo moeilijk gehad. Ik heb wel op den duur met mezelf afgesproken om een Excel sheet aan te maken om een beetje een realistisch inzicht te hebben in hoeveel tijd ik erin stopte. En op een gegeven moment was dat wel heel veel. Dus ik gebruikte de vereniging soms ook een beetje als een uitstelgedrag voor mijn studie. Dat was een beetje een valkuil voor mezelf, omdat ik dat heel leuk vond. En ja, je merkt gewoon dat het impact heeft vergeleken met je studie. Dan voelt dat op dat moment niet zo. Mm-hmm. Maar voor mij was het goed te combineren zolang ik mezelf een beetje accountable hield. Van hey, ik heb met mezelf afgesproken 10 uren per week. Doe ik nu 12 uren, ja, dan is het de volgende week maar 8 uren, bijvoorbeeld. Dus gewoon die grenzen zetten met elkaar. En inderdaad, wat Rucht zegt, hulp vragen. Ik heb haar, weet ik nog, ook een paar keer gezegd van hey, dit is wat ik met mezelf heb afgesproken, vraag me iedere week. Ja. Andere bestuursleden van, hey, dit hebben we met elkaar afgesproken, is dat zo? Laten we over een maandje kijken van, want ik bedoel, het is niet de bedoeling dat je elke keer weer in hetzelfde patroon valt. Dus mijn bestuursleden hebben me echt geholpen in dat geval om ervoor te zorgen dat ik bijvoorbeeld geen achterstand had met mijn studie en dat er ook heel veel begrip kwam als ik het even niet kon. Dat was in ons jaar wel echt duidelijk. Dus ik vond het te goed te doen. Ik denk dat ik daar ook een beetje aansluit. Ik doe ook dus Subest omdat ik het gewoon leuk vind. Dus kijk, bij mij ligt het als ik een uurtje zou gewoon gaan Netflixen of zo, dan kan ik dat, ik kan het happily investen in Subest. Voor mij is dat geen issue. Dus in die opzichten kan ik het gewoon goed combineren. Ik kan gewoon mijn tijd in Subest stoppen. Maar je moet ook dus, wat Shana zei, die planning moet er zijn. Als er geen planning is, dan is het chaos. Dan ga je het niet kunnen combineren. Dus je moet wel een goed takenverdeling hebben en een goede planning om die chill vibe ook bij te hebben. Ja, maar vooral ook aan mensen die misschien interesse hebben om te joinen komend jaar. Je doet het niet alleen, je doet het met een team. Dus als je denkt van, ik ga dit niet kunnen of dit lukt me niet wegens mijn school of zo, of deadlines, er zijn vast wel andere mensen die je ermee kunnen helpen. Dus you know, vraag altijd en er zal wel iemand zijn. Dat heb ik dan wel goed ervaren, want het organiseren van events bijvoorbeeld. Ja. We waren altijd met meer mensen in het team. En iedereen kreeg zijn taak. En je taak was, als je het goed deed, kan je het binnen uurtjes zelfs minder doen. Ja. Dus precies, ja. Het is niet alsof het zoveel tijd van je inneemt om het te doen. Nee.
Ja, maar dat is wel waar. Je hebt er stress op, denk ik. Als je het gewoon gepland hebt en iedereen weet wat ze moeten doen. Dan, ja. Wanneer je onvoorbereid naar zo'n vergadering komt en je moet nog 10 dingen doen en over 2 weken zijn tentamens, dan... Ja. Je hebt wel die stressfactor, ja. Rut, zou jij wat... Maar je zag duidelijk wel een verschil toen we op een gegeven moment commissies gingen introduceren. Want dan heb je gewoon veel meer mankracht, kan je ook veel meer bereiken. Dat was toch wel een verschil met het allereerste bestuur. Want dan zit je eigenlijk met z'n vijven alles te doen. Ja. En het jaar erop had je nu 3 commissies en had je een commissie die focuste op evenementen. Eentje die focuste op een marketinggedeelte. Dus dat scheelde wel echt een hoop. Ja. En het is wel makkelijker om elkaar op te vangen als iemand tentamen heeft of die persoon kon niet. Dat we heel makkelijk kunnen bijspringen voor elkaar. Dat is zeker waar. Ja. Precies. Ja, dus je bent er niet alleen. Je hebt sowieso je team dat achter je staat. Maar dat is dus misschien een goed segue naar de 4e vraag van ons. En dat is, wat is de meerwaarde, jouw meerwaarde, dat je hebt, als je kijkt naar de tijd die je hebt doorgebracht binnen de vereniging, binnen Subest? Proost, jongens. Nou, ik heb in ieder geval een mok gekregen, dus dat vind ik al heel ja, shout-out to Selaika for making it, you know. Met je naam erop, trouwens. Met je naam erop, ja, je naam erop. Je naam erop. Rut, je mag beginnen met de meerwaarde. De meerwaarde voor mij binnen Subes. Ik denk dat... voornaamste meerwaarde is misschien niet direct voor mij, maar wel het doel van de vereniging geweest. Maar dat je een vereniging opzet met het idee om voor de Surinaamse studentengemeenschap in Delft als een soort vangnet te functioneren. En dat is wel een soort van meerwaarde creëren voor de gemeenschap hier. En op onze manier ook een bijdrage te leveren aan de Surinaamse gemeenschap. Want uiteindelijk heb je wel iets opgezet of gerealiseerd dat hopelijk ook blijft bestaan voor steeds de volgende generatie. Dus dat is voor mij eigenlijk een van de voornaamste meerwaarden. Als ik kijk naar persoonlijke ontwikkelingen binnen Subest Delft, dan is het echt... ik heb binnen de vereniging zoveel geleerd. Praktische zaken als het opzetten van een vereniging. Dus denk aan zaken met de notaris of op financieel vlak dat je daar rekening moet houden. Maar ook echt omgaan met mensen, omgaan met verschillende karakters. Omgaan met misschien minder positieve situaties waar mensen mee dealen. We hebben bijvoorbeeld contact gehad met eerstejaarsstudenten die hier naartoe komen. Die misschien het wat moeilijk hebben gehad in hun eerste jaar. Moeite hebben met hun studie. Moeite hebben om hier aan te passen in Nederland. En in extreme gevallen misschien zelfs vormen van depressie. En om ook met zulke mensen in gesprek te komen. Maar ook mensen die met dezelfde problemen rondliepen. Om hun in aanraking te laten komen met elkaar. Ik denk dat dat ook meerwaarde heeft gecreëerd voor ons allemaal. Het is zeker mij ook geholpen om met mensen te praten. Die hetzelfde meemaken als ik. Ook ouderjaars. Ja. Die misschien vanuit hun ervaring kunnen delen van joh, zo ben ik met bepaalde situaties omgegaan of zo heb ik mijn studie aangepakt. En ik denk dat zeker binnen het netwerk van de vereniging dat je daar de mogelijkheid hebt om in contact te komen met een leeftijdsgenoten of studiegenoten. In ieder geval mensen die goed snappen waar jij, wat jij meemaakt door hier te studeren aan de TU of in Nederland. Precies, ja. Dat is wel chill. Ja, een beetje ook wat Rut heeft gezegd. Dat je in contact komt met heel veel mensen. Allemaal hebben ook andere denkwijzes. Ook zelfs in de commissie. Dat je leert omgaan met meningsverschillen tussen de verschillende mensen. Ja. En ik zat bijvoorbeeld wel in een vereniging met mijn vrienden. Maar het betekent niet dat we altijd dezelfde mening hadden. En ik denk dat we ook... dat we ons ook eerder durfden te uiten bij elkaar, omdat we al vrienden waren van tevoren. En dat we niet bang waren dat we op elkaars teentjes zouden trappen. Maar het was wel zo dat er meningsverschillen waren tussen iedereen. En je merkt ook hoe dat dan een beetje meer waarde levert bij het organiseren van zo'n event. Dat anderen denken aan dingen waarover jij nog niet hebt nagedacht. Of Je ziet gewoon dingen van een andere blik of zo. Ja. All right, Chinaas. Volgens mij is alles al gezegd. voor mij
de reden waarom ik de vereniging heb gejoind is omdat ik het in de eerste paar jaar in Nederland heel moeilijk had met mijn studie. Ja. Dus zeker de eerste 5 jaar heb ik eigenlijk, ben ik zoekend geweest naar wat ik leuk vond. En dat is, voelde voor mij gewoon heel lang aan, omdat je eigenlijk, als je weinig mensen kent, ben je alleen omringd met mensen waar het allemaal heel goed gaat. En dan voel je een beetje van, oké, er is iets mis met me. maar daar, dat is zeker voor mij echt de reden waarom ik de vereniging heb gejoind. Maar ik zie ook dat dat nu nog steeds de impact is van de vereniging. Wat ik zei, om mensen, ze durven dingen gewoon veel makkelijker bespreekbaar te maken. Ik ben mensen tegengekomen die exact hetzelfde verleden had als ik. En die gewoon denken, oh ja, maar ik zag toch nou wat ik leuk vond. Wat is er mis ermee? Dus ook voor jou als persoon zelf, dat je denkt, wacht even, ik ben zo kritisch naar mezelf toe, het kan ook anders. Dus dat je ook groeit als persoon door mensen die een totaal andere mindset hebben. Of dat je gewoon in contact komt met die mensen. In contact komt met mensen die je misschien niet in je vriendenkring zou hebben, omdat jullie zo anders zijn. Ja. Dat vond ik echt heel bijzonder. Dat er gewoon heel veel te leren is van iedereen, ongeacht de leeftijd of wat je studeert of whatever. Dus dat, ik veel geleerd op persoonlijk vlak, inderdaad, op professionele skills, bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat, heel veel praktische zaken, financiële dingen, marketing was voor mij een totaal vreemd concept, en ook omdat we dat met z'n vijven deden vroeger, moest je van alles wel een beetje weten om elkaar een beetje te stimuleren en kritisch te blijven denken. Precies. En dat vind ik ook gewoon fijn. Kijk, hoe je zegt, dat contact is er nu. Iedereen leert dan een beetje van alles. Je zit niet geïsoleerd in een bepaalde commissie waar je eigenlijk alleen daarbinnen functioneert. Dus ik zou zeggen, zeker het contact tussen bestuursleden en commissieleden onderhouden. Omdat er is genoeg te leren voor iedereen. Precies, ja. Om even terug te komen op wat je naast zei. Het is vaak wel zo dat Surinaamse studenten heel veel druk op zichzelf leggen. En als het niet lukt, dat ze dan... Het is een drama, soort van. Ja. Facts. Ja. Maar het helpt dan wel om dan omringd te zijn door mensen die ongeveer hetzelfde meemaken. En door jouw ervaring met hun te delen. En ook nog door vrienden met ze te worden. Precies. Het helpt wel veel meer dan je zou denken. En je hebt dan ook mensen die eigenlijk misschien praktische solutions hebben voor je. Van, hey, dit... Of zit er niet te veel mee, of... Ik heb dingen gehoord als, weet je, ga gewoon wat meer sporten. Of iemand die ook, maar ook advies van, deal gewoon heads-on ermee. Wat zijn je issues? Maak het bespreekbaar. Overweeg het bijvoorbeeld om naar een studentenpsycholoog te gaan. Om dat allemaal bespreekbaar te maken. Want ik heb het idee dat dat een beetje taboe is voor Surinamers. Om dat gewoon zo goed te geven. En de vereniging maakt het gewoon wat makkelijker. Omdat, veel van de issues zijn toch hetzelfde. En ook al was je de enige met die issue, fijn. We kunnen er altijd wat aan doen. We're here for you, ja. Yeah. Voor mij het is ook een beetje aangehaald, denk ik. Ik heb heel veel personal growth gehad binnen Subest. Toen ik mijn eerste jaar hier, ik denk dat vele Surinaamse studenten wat Prashant zei, dat gewoon voelen het is, het komt bijna neer op, it's going to be hell for you, you know. Legit, je gaat je alleen voelen. En je sluit jezelf in zo'n bubbel. You're being this shy, closed-off person. En Subest voor mij heeft dat stopgezet. Van, you know, you just get out of it. En ga met andere mensen praten. En dan zie je van, you're not the only person that's in that space. You've been part of everyone. En dan kan je gewoon erover praten. En dan, het geeft echt een thuisgevoel, I guess. Maar echt de persoonlijke growth dat ik heb gehad bij Subest is, het heeft bijna een speciale plaats in mijn hart. Like, niet om, you know, super corny te klinken, but it's really, I don't know. Ik ben overtuigd, ik kan zeggen, als ik Subest niet had gehad, dan was ik nu niet de Dershin die ik nu ben. Legit, that's fact. Ja. Van lid naar commissielid naar pro's. Ja, voorzitter. Dus ik zou echt iedereen... Ik encourage ook iedereen van, you know, join het gewoon. En ik zie het ook bij mijn team nu. Er zijn een paar mensen die eerstejaars zijn en die gewoon de vereniging hebben gejoined. En ze waren ook heel closed off. En nu komen ze een beetje uit hun bubbel van, you know, je bent er niet alleen en we zijn er hier voor je. En that's really nice. En ik denk dat dat misschien ons brengt op de laatste vraag.
Hoe kijken jullie nu naar de vereniging? Als je kijkt naar de traject die ze heeft afgelegd van een underground initiatief tot een well-respected vereniging. Binnen Nederland, Suriname en misschien ook met andere verenigingen. Persoon, wat is jouw mening nu? De vereniging is wel aardig wat gegroeid sinds het begin. We hebben heel veel leden. Ik kan me herinneren dat ik de afgelopen jaar naar jullie events, dus sinds ik niet meer de Subest ben, als ik naar jullie events kom nu, zie ik een heleboel nieuwe gezichten en moet ik weer kennis gaan maken met iedereen. Want ik ken meer dan de helft niet. En het is wel goed om dat te zien, dat er steeds nieuwelingen komen naar jullie events. Dus het is wel goed om te zien dat er is. Nice. En denk je dat we goed op pad zijn? Of vind je van... Nee, ik vind dat jullie wel heel goed op pad zijn. Nee? We gaan het toch uithalen als je zegt nee. Edit. We gaan het toch gewoon katten. Een heel stuk. ik vind dat jullie wel goed op pad zijn. Want het lijkt wel alsof steeds meer mensen zich aangetrokken voelen om naar events te komen. En het is wel belangrijk om dat steeds te vernieuwen. En niet steeds dezelfde mensen die er eerst waren, dat die blijven komen. Het is wel goed dat die blijven komen, maar dat er wel nieuwe gezichten erbij komen. Precies. Rut, wat is jouw perspectief over wat Subest tot nu toe heeft gedaan? Wat Persant zegt, heel positief als we kijken hoe relatief langzaam natuurlijk de start ging. Op het moment dat we ons officieel hebben ingeschreven bij de notaris, dat we binnen één bestuursjaar zo groot zijn gegroeid. Weet je, dat we eerst begonnen met 5 man en het jaar erop dat we bijna meer dan 15 mensen in het bestuur en commissie. Dus dat is sowieso positief. En je merkt het ook aan de evenementen die nog steeds georganiseerd worden. Er komen steeds meer mensen, steeds nieuwe mensen. Het laatste evenement die ik bijgewoond heb is de Game Night van afgelopen jaar. Kwam ik binnen en de zaal was gewoon propvol. Ja. Weet je, en dat kon je een paar jaar geleden niet voorstellen, dat die zaal gewoon veel te klein was voor het aantal mensen die bij zo'n evenement kwamen. Mm. Dus in dat opzicht zijn ze zeker goed bezig. Als ik even de doelen van de vereniging erbij haal, toch even erbij halen, dan zie je zeker dat we goed op weg zijn. Maar, ik moet ook eerlijk zijn, we zijn er nog niet. Als je merkt, als je kijkt naar onze doelstellen van de vereniging, we willen jongeren die in Suriname zijn op weg helpen met bijvoorbeeld een studiekeuze. Surinaamse studenten die hier naartoe komen opvangen, en dat kan door middel van evenementen, of het nou is voor de FON of meer educatief gerelateerd. En het is wel belangrijk, vind ik, in de toekomst om ook balans te vinden tussen, we zijn een vereniging voor FON, maar ook het educatieve gedeelte. Hoe helpen we jongeren in hun groei of ontwikkeling om hun eigenlijk een soort duwtje te geven om na hun studie in de arbeidsmarkt terecht te komen. En ik denk dat er daar zeker als vereniging nog mogelijkheden zijn om te ontwikkelen. Ja, eens. Sjanaas. Dat was ook precies mijn punt. eigenlijk een combinatie van beide. Ik weet nog dat we bij de werving na ons eerste bestuur, dat we echt zoiets hadden van, oké, iedereen is aan het einde van hun studie, we moeten echt meer jonge mensen aantrekken en dat gaat gewoon heel goed. Je komt nu een evenement binnen en je denkt, ik ken 3 of 4 mensen hier. dus dat is heel fijn om te zien dat ook de veel jongere studenten dat gewoon durven om zich aan te sluiten en de uitdaging aangaan van, we gaan het proberen, we doen het gewoon met z'n allen. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ik ben misschien biased wat educatie betreft, omdat dat voor mij gewoon de drijvende reden was dat ik de vereniging heb gejoined. Maar dat gaat ook langzamerhand, denk ik, op gang komen. Eigenlijk ook vooral om te zoeken naar creatievere manieren om eigenlijk het contact een beetje te leggen met elkaar. Mm-hmm. En weet je, met de jongere groep is dat gewoon wat makkelijker, denk ik. Omdat zij gewoon goed kunnen peilen waar zij toen misschien behoefte aan hadden. Of gewoon makkelijkere manieren om te connecten met elkaar. Een voorlichting is bijvoorbeeld een manier, maar er zijn nog meerdere manieren waarbij je gewoon het contact kan leggen met elkaar. En op een leuke manier ook mensen kan interesseren voor stages. Of bijvoorbeeld
ik vond jullie CV-evenement, weet je, dus een professioneel evenement bijvoorbeeld, wat nog net niet door kon gaan door corona, helaas. Ja, helaas. Vond ik bijvoorbeeld echt goede evenementen waar we ook aan, weet je, wat ook past binnen onze doelgroep en binnen ja. onze doelen. Dus ik vind het gewoon goed van jullie dat jullie daarna streven om ook nieuwe dingen te doen. En op jullie manier een beetje proberen te innoveren. Dat is voor mij wel belangrijk om de studenten die op VWO zijn aan te trekken, maar ook alumni die nu werken, die zeggen, hey, er zullen daar zoveel studenten zijn. Hoe kan ik ze bijvoorbeeld, hoe kunnen we een beetje een positieve toegevoegde waarde hebben voor elkaar? Precies. Dat je die mensen of zo laat spreken over wat bijvoorbeeld mensen van de TU die consulting gaan doen, welke trainingen zijn belangrijk. Gewoon, ja, figuren die je een beetje op weg kunnen helpen in de maatschappij hier. Dat niet mm-hmm. elke persoon die solliciteert het vanaf punt nul hoeft te doen. Precies, ja. Thanks, Jonas. Dat means a lot. Ik weet niet of ik die vraag kan beantwoorden, aangezien ik nog in het bestuur zit. Maar ik vind het ook vooral heel indrukwekkend. Vooral de groei wat Rut aanhaalde van, you know, van waar we waren tot waar we nu zijn. Ik vind het echt heel chill. Alleen moet ik zeggen dat het nu een situatie zijn waar we dat misschien een beetje moeten afremmen. Vanwege de COVID. Dat het niet meer gaat zoals het, you know, met dezelfde tempo, de momentum. Maar we proberen het. Precies, een podcast en dat soort dingen. Is een van de dingen. Proberen op meerdere manieren gewoon die interactie te behouden. En dat is gewoon waardevol voor elk lid, denk ik. Precies. Omdat iedereen wel misschien zoekt een beetje naar die interactie, vooral in zo'n tijd. Ja. En dat jullie daar gewoon echt actief aan bijdragen, is gewoon geweldig. Interactie is niet alleen een evenement. En weet je, jullie doen gewoon the best you can in the situation. Precies. So de hoop is dat we na de COVID gewoon weer hard gaan knallen. Maar zo. Ja, kijk. Het belangrijkste is om gewoon te blijven innoveren en nieuwe dingen uit te proberen, maar wel nog altijd met het uiteindelijke doel of de visie van de vereniging in mind. En dan komt het sowieso zeker goed. Ik ben in ieder geval positief wat ik tot nu toe heb gezien. Ja, toch, Dershun? Ja, ik mag ook... Proost. Ja, maar je ziet ook gewoon een algehele positieve indruk van de leden over de vereniging. Financieel zijn jullie ook heel veel vooruit gegaan vergeleken met het prille begin. Waar we nog zoveel brieven moesten schrijven en dat soort dingen. Dus echt gewoon heel, heel goed gedaan. Heel professioneel aangepakt. Ik denk dat iedereen gewoon trots is op elk bestuur. Hoe ze dat hebben aangepakt. En dat elk bestuur gewoon echt hard werkt om de doelen voor te zetten. Het is gewoon fijn om te zien. Shout out to everyone. Die geholpen heeft. Maar als er niks meer bij te voegen is, dan denk ik wel dat dat het einde van deze aflevering is. Was. Nogmaals, gefeliciteerd iedereen. Dit is je best 3 jaar. Dankjewel. Proost, jongen. Proost. Salut. Het was heel gezellig geweest. Ik wil dus dan hiermee ook nieuwe mensen aantrekken. Nieuwe leden. Nieuwe mensen binnen de functies die nog openstaan. Join us, het is allemaal vooral positief groei voor jou als student of young adult, maar je kan ze dus ook later terugvinden als je gaat werken bijvoorbeeld, dat je heel veel hebt gehad binnen Subest dat je kan toepassen op jouw opleiding of baan later. So, you know, hit us up, stuur je cv, stuur je e-mail and we'll see you. Met dit dan groeten we. Tot ziens, everybody. Doei. Dankjewel.